We dachten eerst even een soort trip down memory lane te maken. De foto's hangen achter je met bijzondere momenten. Zullen we gewoon bij linksboven beginnen? Ja, zeker. Dat was mijn debuut tegen PEC Zwolle. Ook nog mijn oude clubje toen. Ja. Dus mocht ik nog even opdragen en natuurlijk een speciaal moment doen. En daaronder het bekende dansje wat je moet doen na je debuut. Wat staat je het meest bij van je debuut? Ja, gewoon het moment dat de trainer je dan roept om in te vallen. En dan, je zit natuurlijk op de bank en dan hoop je natuurlijk om dan tegen PEC dan je debuut te maken. Dat is wel iets wat dan mooi is en speciaal is. Dus vooral het moment van wachten, warming up, dat je dan wacht op het seintje. Ja, dat staat me dan bij. Het moment daaronder, die foto eronder, kan je die toelichten? Ja, dat was ook een mooi compliment. Dat ik het een goede serie ook bij Jong staan en mijn trainingen bij 1. En dit was een mooi compliment dat AZ mijn contract wou openbreken. Ja. Als je kijkt naar die contractondertekening en die film vanmiddag, in hoeverre is Tidjani veranderd dan? Ja, een stuk volwassener in mijn spel. En gelukkig ook dit seizoen heel belangrijk geweest voor het team. Dus ja, daarin zie je dan wel grote verschillen. Daar was ik nog niet echt meer een jeugdspeler, maar moet je er nog komen. En nu heb ik wel het gevoel van dat ik echt in de basis sta en dat ik me elke wedstrijd moet laten gelden. En als je wat jonger bent, dan heb je natuurlijk sommige wedstrijden dat je wat minder kan spelen. Maar nu heb ik wel van gelukkig Rijn is met nummer 6 die in de basis mag beginnen. Ja, je begint ook gelijk te glimmen, hè? Ja, ja, daar ben ik voor mezelf wel trots op natuurlijk. Dat ik nu kan laten zien wat ik in huis heb en echt het team kan helpen. Ja, nou, een van die dingen die jij in huis hebt, dat is foto 4. Kan je die nog herinneren? Jazeker, dat was mijn eerste eredivisie goal. Ja, had ik toen wel een tijdje op gewacht, maar toen tegen Heracles uit mocht hij er eindelijk zijn. Wel jammer van het resultaat uiteindelijk, want we stonden met 10 man. We kwamen gelijk en helaas schoot Heracles hem daarna nog binnen. Maar ja, voor mezelf was het natuurlijk wel speciaal om mijn eerste goal te maken. 89e minuut, Mietje, Reinders wil hem graag terug. Tidjani Reinders, zo, wat een mooie goal! Dat is echt een geweldige uithaal. En was die treffer van Sierhuis fraai in de eerste helft. Deze is nog veel mooier. Uit het niets, de knal van Reinders. Ik heb eerlijk gezegd hem ook nog wel best vaak teruggekeken. Ja. Voor het slapen gaan. Ja, precies. Ja. Mevrouw die zei al, ga je maar weer kijken? Ik zei, ja, nog één keertje. Voel jij ook dat als je in het stadion, als jij de bal voor je rechter krijgt, voel je de mensen dan? Ja, ja, dat wel. Als ik dan een mogelijkheid heb, dan hoor ik soms wel het stadion zeggen. En soms stel ik hem dan uit en dan hoor ik dan ah. Maar dat hoor ik wel. En dat is wel iets moois, dat ze weten als ik de bal heb, dat ik dat in huis heb. Die onderste twee, die zijn van de play-offs wedstrijd tegen Vitesse. Ja. Wat was dat voor moment voor jou in je carrière? Ja, dat was een heel mooi moment. Dat was eigenlijk dat ik de eerste keer echt mijn stempel drukte hier van ik ben er. En ja, dat is uiteindelijk een mooie afsluiting van het seizoen. Natuurlijk hadden we het anders gewild, maar met die overwinning en dat ik twee keer op het lijstje stond, ja, dat was natuurlijk een mooi iets. Ja, maar je had in die wedstrijd echt het gevoel van, hé, jongens, dit is Tidjani. Ja, precies. Ja. Toen na de wedstrijd had ik wel van, oké, nu heb ik echt mijn naam op de kaart gezet. Karlsson. Klaasie. Reinders. Ruimte voor. Dit schot en het waait nog weg. En dat waait dan binnen ook voor de 2-0. Een heel vroege 2-0. 13e minuut. En AZ, dat dus de Hemelstraat met 2-1 verloor, staat nu 2-0 voor. Hij had de ruimte, Reinders, hier om uit te halen. Hij heeft hier de bal al. Echt fanatiek komen ze niet naar hem toe. En dan zwabbert die bal dusdanig. Let maar eens op, dit is geen rechte lijn. Die bovenste foto's. Welke wedstrijd was dat? Dundee. Dat was ook een lekkere wedstrijd. Helemaal omdat we daar toen uit echt een hele matige wedstrijd van onze kant speelden. En toen hier de return lieten we even zien wat voetbal was. Is dat de beste wedstrijd die je met AZ hebt gespeeld? Ja, ik denk tegen Vitesse, play-offs en Dundee is dat wel een van de betere. Al moet ik zeggen, tegen Ajax waren we ook heel erg goed hoor. Dat was dan 2-1, maar toen speelden we ook heel goed. Dat Europese avontuur ging verder. Dat ging verder met Gilles Vicens.
net de ronde. Ja. Hoe voel je die wedstrijd? Ja, het was niet een topwedstrijd. Ja, hadden we het eigenlijk al klaar gespeeld. En uiteindelijk toch met 2-1, dacht ik. Of, ja, 2-1. Ja, met 2-1 daar uitwinnen. Ja, dat was gewoon lekker. En dat was gewoon een bevestiging van we gaan Europa in. Dus dat was een heel lekker gevoel. En ook lekker dat ik weer op het lijstje mag staan. Aburriania, Georgiër schuift de middenvoet op bij Klaasie. Daar is Pavlidis meteen weer aanspeelbaar. Weg is Reinders, mee is Dani de Wit. Die wacht tot de paas gaat komen en die blijft dan uit. En dat is niet zo slecht, want Reinders doet het gewoon zelf. En hij scoort opnieuw, Tijani Reinders. Eigenlijk heb je het gevoel dat hij hem hier gewoon moet geven. Ja, en dan die laatste foto. Ja, dat was even een speciale. Vertel. Omdat opa het even last gehad, lag in het ziekenhuis. Dus dit was een goal voor opa. Dus ik had ook voor de wedstrijd tegen mijn pa gezegd van vandaag ga ik scoren voor opa. En gelukkig kwam het uit. Dus een kusje voor hem in de camera. Wel grappig, want ik rende vrij hard naar die kamer. Ik zat hem eerst te zoeken, ik kon hem niet vinden. En toen rende ik naar die kamer. Dan gleek iets door, dus stoot ik ook nog mijn hoofd tegen die camera aan. En daarna met de supporters gevierd. Maar dat was wel even een speciale goal. Kerkes, De Wit, handig. Reinders, Pavlidis. Odgaard, daar komt Sugawara. Odgaard wacht, die geeft hem dan aan Sugawara. Hoe speelt AZ dit uit? Heel, heel, heel erg mooi. Na iets meer dan 20 seconden voetballen scoort Reinders in een werkelijk schitterende aanval. Zoals AZ ook de eerste helft begon, namelijk scherp en Heerenveen net niet helemaal. Maar toen werd het niet allemaal goed uitgespeeld door AZ en nu wel op grootse wijze. Ja, hoe gaat het nu met hem? Gaat goed. Hij mag morgen gelukkig weer naar huis, dus dat scheelt. Dus je bent goed met de schrik vrijgekomen allemaal, maar het is wel weer gezond en... Gelukkig wel, ja. De laatste foto ontbreekt, hè? Ja, die moet nog komen. Hè? Een beetje een kopie van die. Ja, maar die gaan we nu maken. Hè? Ja. Vertel, je gaat verlengen. Ja, tot 2027. Dus jullie zijn nog niet van me af. Daar zijn we heel blij mee. Zat het gelijk goed, het gevoel? Ja. Nu, het is het nu al 5 jaar. Volgens mij 5 jaar hier bij AZ. En heel fijn gevoel bij deze club. En mij hoor je niet klagen en fijne spelersgroep, fijne technische staf. Dus ik heb die heel erg naar mijn zin.